zijn hier in de theme parks. Waterval, zwembad. Het is hier wel tof en zo. Maar er is hier ook iets te doen. Iets met vakbonden. Excuseer. Ja, dat klopt. Ja? Wat doe je eigenlijk hier op zo'n mooie dag als vandaag? Wat ik vandaag doe, kom hier voor de congres. Ja. Congres? Congres, ja. Is dat niet saai? Nee, ik vind het vrij interessant. Een economie op mensenmaat is een actieve rol weggelegd voor de overheid. Maar in die speech had je het over een andere economie en dat er meer overheid dan zo moet zijn. Is dat niet socialisme? Ja, ik vind het eigenlijk niet belangrijk welk etiket je erop plakt, maar ik denk als je kijkt naar de crisis en wat er momenteel in de economie gebeurt, dat je niet anders kunt dan oordelen dat er iets fout zit, iets grondig fout zit. De crisis wordt veroorzaakt door een groep rijke bankiers, maar het zijn wel de werknemers en de armen over heel de wereld die het gelag betalen. Dus ik denk als we een ander systeem willen, dat we daar effectief de overheid voor nodig hebben. Je hebt daar juist een speech gegeven, maar ja, waarover ging je eigenlijk juist? Nou, dat ging over vakbondswerk. En de stelling is dat vakbondswerk actiewerk is. Al wat we doen is gericht op iets bekomen. Bekomen we, komen we als werknemers nooit toe. En we moeten dus zorgen dat we dat via strijd, via actie, dat wil zeggen sensibiliseren, overtuigen, argumenten ontwikkelen en op basis daarvan mensen overtuigen. En als die overtuiging nog niet genoeg is om binnen te halen wat we binnen willen halen, dan zal er nog echt actie moeten zijn. Wat vind je het allertofste aan militant zijn? Het allertofste. Mijn collega's militanten. Wat drijft u? Het geloof dat alles altijd veel beter kan, hè?